Adipa, jij denkt dat ik jou niet versta. Jij blijft nog steeds een vent die mij niet kent en mij verwijt dat ik de tijd maar stil laat staan. Adipa, daar heb je nummer twee, wel ja. Zolang je maar gewoon doet, dan gaat het heus wel goed. Adipa, het is maar spel, zeg dat wel. Ik haat ze. Hallo Fred. Kopje thee? Ik haat ze. Wie? Pokkenhotel. Omdat ik stage loop, mag ik alle rotkarweitjes opknappen. Maar je bent toch al geslaagd? Ja, maar ik moet dit jaar nog wel verplicht 4 stages doorlopen. Anders krijg ik dat diploma niet. Oh. Ben maar niet dat Matthijs vandaag weer heeft beleefd. Shit, zeg. Hallo, Matthijs. Wat een originele rotdag. Ja. Arme stumperts. Zus zal eens even een lekker kletskoppie van jullie halen, hè? Fred, schenk jij eens een lekker kopje thee voor mij in? Is er een lichtbak op je kop gevallen? Joh, ik heb met mijn slag in de rondte gewerkt. Ja, ik zou je pantoffels en krant ook gaan halen. Ik ben kapot. Ik ook. Hè, lekker bakkie. Sinds wanneer zeggen kinderen hun hardwerkende vader niet meer goeiendag? Ik kan geen pap meer zeggen. Laat staan, dag pap. Dag pap. Ik heb er vandaag een breuk geschouwd aan die decors en die camera's. Mijn armen zijn zo wat een meter langer. Werken zijn goed voor jou. Komt eindelijk dat luie zweet er eens uit. Alsjeblieft niet, zegt me, staat zo de hele studio blank. Fred, geef mij nou een kopje thee. Thee, Daddy? Nee, ik neem een Schotse thee. Zus! Als je het lef hebt, hè. Zeg, wat is er met jullie aan de hand? Ja, meneer heeft ook een keer een dag gewerkt en denkt dan meteen dat alle vrouwen in het huis voor hem rennen. Oh, nee. Nou, mooi niet. Zo, kletskopjes. Je schenkt hem geen thee in, hè, Suus? Hij moet zijn eigen handen maar laten wapperen. Maar ik heb een blaar. Dat mag in de krant. Ach, Matthijsjes eerste blaar. Kom dan gezellig bij. Pa, wat zijn we jolig vandaag. We hebben je opslag gehad. Of heb je stiekem een afspraak? Beide. Krijgen we een nieuwe mama op zich? Het is zo jong, blond, mooi. Oud, kaal en dik. Psychiater wordt het nul. Ik heb vrijdag opnieuw een bespreking over mijn reorganisatierapport. En dit keer met mijn hoogste chef. Oude. Dat. Dat ja. Bij WWC vinden ze dat ik een unieke prestatie heb geleverd. Krijgt u nu eindelijk uw promotie? Ja, dat kan niet anders. Eigen roep stinkt. Door dat rapport van jou hebben sommige collega's wel een deeltijdbaan gekregen, ja. Hè, pa? Ja, ja. Was je vader dan niet geweest, dan hadden ze nou helemaal geen baan gehad. Zus had advocaat moeten worden. Ja, hoe dan ook zou je het zelf leuk vinden als je voor de helft buitenspel staat en alleen de ochtenden mag werken. Hè? Nou, nee natuurlijk. Pa? Heb jij in de tijd de videocamera teruggebracht? Ja, dat weet je toch? Hoezo? Jammer. Ik heb opeens een briljante ingeving voor een nieuw tv-programma. Op weg naar een Nipkoff-schijf. Ik heb ineens ook een briljante ingeving. Ik moet nog boodschappen doen. Oh, bolleboos. Ik ben toch trots op je, hoor. Dat is lief, hè? Norbert. Ik ben ook heel trots op je. Morgen, Freddy. Morgen, Daddy. Vandaag grote dag. Hey, ja, ja. Zeg, kun jij dat rottige knoopje even vastmaken? Het lukt mij maar niet, hè? Ah. Waar blijft Suus? Die is laat. Je bent te vroeg. Je had nog een uur in je bed kunnen liggen. Oh, alsjeblieft niet. Ik heb zo eng gedroomd. Wat dan? Ik droomde dat de chef mijn lintje opspelde. Dat is toch niet eng? Nee, maar het was zo'n kanje. Ik woog 50 kilo. En hij wou dat ik het aan iedereen liet zien. En dan viel ik iedere keer voorover. Jakkes, kijk nou eens. Je hond! Ja, en ik heb het net uit het cellofaan gehaald. Ah, je bent al op. Oh, meneer Hoogendijk, uw hand. Freddy, lepel. Alsjeblieft. Hey, water en ossengalzeep. Ga maar rustig zitten. Geen paniek, hè, pa? Ja, geen paniek. Ik moet over een half uur bij mijn hoogste chef zitten. Lekkere chef. Er is toch niks op je broek gevallen, hè? Nee, geen paniek, er is niks op de broek. Oh. Rustig zitten. Het blijft toch geen vlek, hè? Kun je die vraag nog even herhalen, pa? Ik zag je niet. Je moet wel in de camera kijken. Wat ben jij nou aan het doen? Ik film. Ik heb een tv-programma bedacht.
het sleutelgat. En dan film ik het leven in een typisch burgerlijk gezinnetje. Nou, burgerlijker dan ons gezin bestaat niet. Hoe kom je aan die camera? Geleend van de cameraman. Vlekkensvoetsie en de was dekt de rest af. Ja, dat is mooi, maar nu heb ik die vraag niet gefilmd. Zal ik er nog een klodder op gooien? Als je maar uit je hoofd laat, hè? Ik ben wel op zoek naar de lach en de traan. Nou, voor een traan ben je op het ogenblik hier aan het juiste adres. Hoe denk je aan die lach te komen? Dat vraag ik me ook af. Hoe lang mag je die camera lenen? 2 weken. Nou, dan heb ik er een heel hard hoofd in. Zeg, ik ga ook nog even langs mama, want een dochter van haar vriendin die geeft een vrijgezellenfeest. En ik mag de catering doen. Dat je er nog tijd voor hebt. Maak gewoon tijd. Zeg, pa, doe je chef de groeten van me en ik hoop dat het een hartstikke leuk feest wordt. Ik denk dat het een surprise party wordt. De collega's zijn allemaal zo geheimzinnig. Helemaal klaar voor de promotie. Oh ja? Kom op, hè. Kijk nog even in de kamer en even een leuke opmerking. Ik voel dat deze dag mij toelacht. Goedemorgen, meneer Magen. Mijn naam is Hoogendijk. Ik zou hier om 10 uur... Heeft u zich niet gemeld bij mijn secretaresse? Nee, die was er niet. Dus ik dacht... Gaat u zitten. U hebt het mooi versierd, hè? Meneer Hoogendijk. Als uw hoogste chef is het aan mij om u in kennis te stellen van dit rapport. De mogelijkheid bestaat dat wij worden onderbroken vanwege... Een surprise party. Hoe bedoelt u? Nou, collega's zijn niet altijd even handig en betrapten ze af en toe op geheimzinnig fluisteren. Heeft mijn secretaresse soms iets? Nee, maar ik had wel zo'n vermoeden natuurlijk, omdat... het is niet zomaar een dag. Hè? Laat ik het daarom kort maken. Meneer Hoogendijk, u heeft van uw directe chef, de heer Peters, al mogen vernemen dat de staf zeer content is met de uitwerking van het reorganisatierapport. Hiervoor heeft de staf u voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Proficiat. Oh, dank u wel. Dank u wel. Hartelijk feest. Oh, dank u. Nog even dit gesprek afmaken. Daarna kunnen we feest vieren. Meneer Hoogendijk, zoals u in uw rapport reeds aangeeft, moet er nog 1 ambtenaar afvloeien naar een deeltijdbaan. Die zal me wel niet dankbaar zijn. Wij van de staf dachten om u de eer van uw eigen werk te gunnen. En bovendien wordt u volgend jaar 55, dus wilden wij u die deeltijdbaan aanbieden. Bedoelt u dat ik een deeltijdbaan krijg? Inderdaad, ja. En wanneer gaat dat in? Wij van de staf dachten volgende maand. Maar het is vandaag de 30e, dus dat is aanstaande maandag al. Ik zie dat u ontroerd bent. Begrijpelijk. Mag ik u dan deze envelop overhandigen? Oh, dank u, meneer Magen. En de staf ook natuurlijk. Met daarin de dankbrief plus alle details over uw op handen zijnde arbeidsverandering. Ik zou zeggen, geniet met volle teugen van uw welverdiende vrije uren. Veel plezier. Mag ik u verzoeken? Ik ben maar eens per jaar jarig en dat moet gevierd worden. Lang zal die leven, lang zal die leven. Is het feest vaker dan nog niet? Nee, nog niet. Zeg. Kon je vrij krijgen van je Gérard? Als ik hem een zoen gaf. Nee, zeg, wat een kwal. Kwal? Eendvis, die man heeft 10 handen en mag graaien. Als hij me begint te vervelen, krijgt hij muizenklem om zijn tentakels. Zeg, je hebt hem toch geen zoen gegeven, hè? Knietje kan die krijgen. Freddy, oh. Zo, voyeur, nog een sleutelgat kunnen vinden? Oh, Thomas, daar heb je hem. Adres, vastleggen, hè, die blije lach. Proficiat! En hoe was het? Hoe is het gegaan? Nou, even niet, Freddy. Huh? Jij een lach of zie ik een lach? Wat is er? Was het niet leuk? Nou, nee, ik ben een beetje moe. Zit er in die envelop? Zo te zien geen gouden handdruk. Jongens, laat je vader even bijkomen, hè? Je krijgt zoveel te veel werk op zo'n dag. En nou wij weer met die champagne. Had je niet moeten doen, zus. Oh, dat schrijf ik wel af voor mijn cateringopdracht. Wat is er nou? Nou, niks, maar het is net als Suus zei, hè. Die,
Die toespraak en al die felicitaties, het was een beetje te veel. Gelukkig, ik schrok me rot. Hebt u de promotie gemaakt? Nou, dat gaat volgende maand heel wat veranderen. Volgende maand? Dat is aanstaande maandag al. Hoe was het feest? Het feest, ja. Nou, dat komt eigenlijk aanstaande vrijdag pas. Oh, dan maak ik een grote feesttaart voor je. Nee. Ik heb nog geen lach gezien. Ik ga even op bed liggen. Ik ben een beetje moe. Ik heb nog nooit iemand zo vreemd op een promotie zien reageren. Ik snap er ook helemaal niks van. Nee, niet zeg. Maar dat is misschien wel interessant voor mijn film. Of. Er zit geen sleutelgat hoor in je vaders slaapkamerdeur. En jij kan het weten, hè, Suus? Zo, dat is 2 gulden. Oh, kunt u het even opschrijven? Want ik zit hier nog wel tot 1:05. Dat doe ik alleen maar bij vaste klanten. Ja, maar ik kom hier al voor de 4e middag. Ik schrijf het wel even op. Bevalt het u hier? Ja, gezellig en lekker rustig. Oh, dat is op vrijdag en zaterdag wel anders. Dan is er hier markt. Morgenmiddag dan kunt u uw lol op. Ja, nou ja, maar waar moet ik anders heen? Ik wil me nergens mee bemoeien. Maar u kijkt al zo triest. Heb u geen thuis? Jawel, maar door een reorganisatieplan heb ik sinds kort een deeltijdbaan. Nou, die schoft die dat plan bedacht heeft, die moeten ze ophangen. Die schoft ben ik. Dan vergeten we dat hangen. Dus dan bent u elke middag vrij en dat durft u niet thuis te vertellen, is het niet? En natuurlijk ben je bang dat buren en familieleden daar schande van spreken. Precies. Ja. Dat zou ik dus mooi aan mijn laars lappen. Tina! Ja? Kan ik nog een vulling krijgen? Ja, ik kom eraan. Nou, doe mij dan ook nog maar een glaasje bier. Als u dan wel wat vrolijker kijkt. Lekker zeg. Red je het voor morgenavond? Als er niet voortdurend geproefd wordt wel. Wow, een happy. Ik heb nog een vader en een broer, die happen je failliet. Ja. Zeg, ik weet niet of het aan mij ligt hoor, maar ik vind dat je vader zo triest thuis komt de laatste week. Aangeschoten als je het mij vraagt. Oh, de gluurder. Donder op met je camera. Mijn slaatjes zijn nog niet geschminkt en gekleed. Oh, zo. Freddy Hogedoos in de bocht. Hallo. Ik hoop dat je verzekerd bent, Pop, want als je weet wat zo'n ding kost... Wegwezen jij. Freddy, waar heb je je slaapbak nou weer gelaten? Jij staat voor je neus. Afblijven, kan je niet lezen? Niet met één oog. Rat. Zo, en hoe is het met Freddy snackbar? Hey, daar komt mijn lach. Je ziet er tenminste vandaag wat vrolijker uit. Alhoewel... Zeg, is Steven Spielberg nog niet uitgefilmd? Hoe lang duurt dat geloer nog? Vanavond gaan we het monteren. Of de lijn. Morgen wordt het door de producent bekeken. En dan mag jij weer decoortjes sjouwen, hè? Sinds wanneer drink jij op je werk, pa? Nou, dat brengt mijn nieuwe functie nog helemaal met zich mee. Overuurtjes draaien in Café de Gouden Snor, zeker? Nee, pa moet natuurlijk nou elke middag vergaderen met de chefs... en daarna nemen ze nog een drankje, hè, pa? Zoiets, ja. Zeg, morgen is het toch vrijdag? Dan heb je dat afscheidsfeest van je collega's, toch? Ja, maar als de vergadering natuurlijk niet te lang uitloopt, hè? Je hebt het afgelopen week zelf gezegd. Ja, het feest gaat toch wel door? Ja, willen jullie me even excuseren, hè? Je hebt duidelijk de hoogte. Ik ga een feesttaart voor hem bakken. Hey, lekker, taart. En dan kan jij morgenochtend afleveren bij de postkamer van WVC. Geen punt. Ik heb morgen toch vrij. Voor 8. Zo, ik begin vandaag met een kopje koffie. En een appelpunt. Nou, nee, geen gebak. Deze heb je op de stoep laten staan. Het is een taart. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ja, lekker smikkelen. Wil jij hem hebben? Ja, ja, mijn klant wil alleen appelpunten met slag. Maar is heerlijk hoor. Denk om. Mijn dochter heeft hem gemaakt. Hè. Die zit nou op de hotelvakschool. Is net afgestudeerd. En nou loopt ze stagejaar. Ja, nee, hij ziet er prachtig uit, maar ik neem hem niet. Ach. Veel plezier met het feest, Suus en de Hoogdijkjes. Ja, dat zijn mijn huishoudster en mijn kinderen. Blijft u even lekker zitten, dan haal ik koffie voor u. Maar hebt u vandaag een feest? Dat is te zeggen, dat heb ik ze wijsgemaakt, ja. Daarom kwamen ze vanmorgen vroeg op mijn kantoor bij WVC deze taart afleveren. Ik heb hem nog net kunnen onderscheppen. En nou is de vraag, hoe kom ik er vanaf? Ja.
Nou, ik... en jij? Ik ga vrijdag altijd naar de markt en dan drink ik hier een besje. Oh, zo daar. Kom er even bij zitten, goed? Ja, ja, ja. Gezellig. Nou. Nou, liever niet hier. Ga daar maar even zitten. Waarom mag ik niet naast u zitten? Nou, ik... dan zit je in mijn gezichtsveld. Wat is dat dan te zien? Nou, ik moet van WVC die man daar in de gaten houden. Waarom? Dat is een hele bekende vervalser van oude meesters. Heeft de boel voor tonnen opgelicht. Oh, nou moet u hem overmeen. Niks zeggen hoor. Vooral thuis niet, hè? Lijkt helemaal niet op een vervalser, hè? Nee, nee, die ziet er meestal heel onopvallend burgerlijk uit, hè? Dat is iets voor Matthijs om te filmen. Ja. Hé, hey, moet u dan niet achteraan? Nee. Mijn collega buiten, die neemt het nou over. Spannend, hè? Ja, ik zou wel willen weten hoe het afloopt, maar ik moet koken, thuis. Even mijn best afrekenen. Nee. Ik betaal. Ik trakteer. Dat is waar ook. Je hebt nou toch eigenlijk een feest? Ja, dat was vanmorgen. Heel gezellig. Ja, vonden ze de taart? Ach, Freddy heeft er zo hard aan gewerkt. Hè. Daar is er eigenlijk helemaal geen tijd voor had. Complimenten, nog eens complimenten. Daar ben ik blij om. Ja. Blijf je nou op boevenjacht of eet u straks mee? Nee, je kunt wel op me rekenen hoor, maar ga nou maar. Even kijken hoor, dat is... Leuke dame die bij u aan tafel zat. Ja, dat is... Ik heb een wielkrem. Oh, kijk nou toch dat arme kleine autootje. Ja. Mijn meisje ziet er zo zielig uit met die klem. Kijk, dat is een beugel, hè? Ja, wat moet ik nou doen? 121 gulden betalen, want eerder raak ze dat beugeltje niet kwijt, hè? Maar ja, dan zijn we... Waarschijnlijk wel anderhalf uur verder. Ja, zoveel geld heb ik helemaal niet bij me. Maar dat kan ik je toch voorschieten? Oh, en net nou ik zo'n haast heb. Ik moet snel koken. Freddy moet vanavond cateren. Cateren? Ja, ze zou toch die hapjes verzorgen op dat feest? Oh, dat is waar ook. Nou, weet je wat? Jij neemt mijn auto, hè? Je geeft mij jouw sleuteltjes en dan zorg ik wel voor je kleine gele vriendinnetje, ja. Hè? Maar één ding, hè? Mondje dicht thuis. Oh ja, begrepen. Kijk eens. Daar staat mijn auto. Zie je achter die blauwe reclame? Fantastisch. U bent een schat. Dit is nog van u. Krijg ik hulp in mijn winkeltje? Met jouw mixen wordt mijn puree zoveel smeuiger. Ik heb nieuws van het hotelfront. Ik heb vanmiddag Mr. Macho te grazen gehad. Hoort u zich aan? Hoe ziet hij er eigenlijk uit, zeg? Natte sok met streepsnorretje. Moet je horen. Nou zaal ik die nep-Adonis toch al weken dat ik hem een zoen moet geven. Vanmiddag dacht ik, nou zal ik hem hebben ook. Nee, Freddy. Jawel, ik stift mijn lippen en geef hem een zoen. Half op zijn mond en half op zijn wang. Hij schrok zich dood. Daarna veeg ik heel zachtjes mijn lipstift weg. Tenminste, dat denkt hij. Hij zit gewoon nog helemaal onder. Luister. Gaat hij even later naar zijn kantoor, daar zit zijn vrouw. Die tang, Suus. Ze krijgen me toch oorlog? Oh. Ik denk dat hij nou nog in de loopgraven ligt. Niet aan pa vertellen, hè? Oh, mijn lippen zijn verzegeld, hoor. Voor 2 weken ben ik daar weg en dan zien ze me nooit meer. Zo is dat. Oh, zijn jullie hier? Lekkere trek, ratje. Heb je pech gehad, want ik heb net alle hapjes naar de feestzaal gebracht. Waar is pa? Nog aan het feest vieren, denk ik. Maar zijn auto staat voor de deur. En ik zag hem vanochtend toch echt in dezelfde auto naar zijn werk gaan. Suus, weet jij hier meer van? Heb je pa soms onder je bed verstopt? Er is toch niks ergs met hem gebeurd? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik bedoel, niet met hem. Met wie dan? Met mij. Ik had een wielklem. Ik snap dat verband niet met pa zijn auto. Ja, nou, ik ben met zijn auto hier naartoe gereden en hij zou mijn wielklem dan voorschieten. Maar waar heb je pa dan gezien? Hij had toch vanmiddag dat feest? Nee, dat feest was vanmorgen. Hoe weet jij dat? Ja, van je vader. Ja, die kwam ik tegen in het café op de markt en daar drink ik wel eens een besje. En hij was daar omdat hij van de WWC een schilderijenvervalser moest schaduwen. En die had zich vermomd als parkeerwacht. En dat was de parkeerwacht van je wielklem? Ja, niet zeggen dat ik het gezegd heb hoor. Ik heb beloofd dat ik niks zou zeggen. Ik denk dat jouw zegel op je lippen iets wat loshangt. Ja. Nou, het eten is klaar hè. Ik ga de tafel dekken.
verhaal dat klopt van geen kant. We vragen het straks aan pa. Ik ben benieuwd. Wil je dat gelijk hebben? Hoe ze mijn taart vonden. Hallo, pa. Hoe vonden ze mijn taart? Hallo. Nou, fantastisch. Hebben ze gemerkt dat er veel rum in zat? Nou, beloofd ze. Ja. Dat werd me een dolle boel. Nou, wordt me zo nou de nieuwe pal voor.